vind jij de nieuwe opstelling? Ik vind het wel goed. Maar zou jij er iets over willen zeggen voor de dertig? Ja, marktmeester geworden, kan maar goed. Ja, maar dan heb ik maar één man, ik wil het publiek. We hebben er wel vandaag al twee marktmeesters lopen. De juffrouw ook? Nee, de juffrouw is niet meer, hè. Het is nou een andere man. Dat weet ik. Voor mij maakt het niks uit, maar als je mijn overbuurman spreekt, die vindt het verschrikkelijk. Ja, hoezo? Ja, die zegt, we lopen hier voorbij en is niks. Dus dat... Die worsten vijf, hè? Daar ben je wel mee eens. Ik sta alleen bij je verkeerde hand op bed. Nou, dat weet ik niet. Ik ben ook even de mening aan het peilen. Oh. Hey. Nou, jij hebt je mening gepeild. Wat heb je van de mensen gehoord? Nou, van de mensen heb ik weinig gehoord. Ja, maar ik zelf heb er wel een mening over. Ja? Ik heb niet meer voor de oude opstelling. Dat vind ik meer een markt. Dit is meer een braderie. Dus ik heb de reden dat mensen die voorin zijn een boodschap gedaan, dat hoeven niet verder. Dan gaan ze gelijk de markt af. Daar gaan ze rondlopen. Ja, maar als het Kloosterplein parkeerplein wordt tijdens de markt weer, hè, dat het open gaat. Ja. De mensen waar jij staat hier aansluiten op een of andere manier. Ja. En dat je dus in overleg met de deelnemers, de gemeente, de marktmeester en het publiek, want het publiek is erg voor. Ja, dat kan misschien wel. Maar ik weet zeker, als dit altijd de normale opstelling was en we gingen een keer in een blok staan, dan vonden ze dat ook mooi. Het is een verandering. En het loopt, dus mensen zijn altijd positief. Ja. Maar als markt zijnde, ik praat puur uit het markt zijnde, heb ik liever weer een blok. Ja. Rondlopen. Dit is aangetrokken, dit is meer een braderie. Maar op de Blaken in Rotterdam hadden ze het altijd zo. Ja. En dat was een goede markt. Oh ja, Amsterdam heeft het ook. Ja. Een goede markt. Maar dit is ook een hele goede markt. Maar als je aan het publiek denkt dat het dus hiervoor is, hè? De mening van het publiek is duidelijk, zo moet het blijven. Maar iedereen die mij aanspreekt of ik aanspreek, die is positief. Nou ja, dat kan. Maar u vraagt mij en ik heb niet. Ja, nou ja, dat is jouw mening. Dat is mijn mening. Dus als je dat verdeelt over de markt, gaan de mensen wel over de markt lopen. Nou ja, dus... En zijn ze dat alleen maar nodig en gaan ze zelfs niet verder. Kijk, als je spreidt, die zitten allemaal de bepaalde sterke dingen bij elkaar, dan gaan ze in dat groepje en dan gaat de rest worden vergeten. Wat is je mening over deze nieuwe opstelling? Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel verrassend. Ik vind het wel prettig. Alleen waar ik nu weer van baal, dat ik dan mensen weer zie fietsen en de brommels er tussendoor zie schieten. Dat vind ik me jammer, maar ik denk dat als het vaker zou gebeuren, wat niet echt in de reden ligt natuurlijk, dat het wel een hele goede locatie is. Nummer 1 is dat opgelost. En dan stopt dat ook wel. En op het Kloosterplein zag je ook wel een fiets tussendoor. Ja, ook wel. Ja. Dus dan stopt dat ook wel, denk ik. Zou je ervoor of tegen zijn om zo verder te gaan? En dan in die vorm, dat dus iedereen hier komt te staan. En dat het Kloosterplein als parkeerplein vanaf morgens open gaat. Daar ben ik voor. Daar ben je wel voor. Ben ik voor. En ik vind het altijd... Nou, je weet, we hebben zelf een winkel in de binnenstad. Ja. En ik vind het altijd een gemis dat zaterdagochtend die parkeerplaatsen daar niet benuttigd kunnen worden. Nee. Dat vind ik jammer. En als dit een oplossing zou kunnen zijn, zou ik perfect vinden. Ik vind de opstelling ook eigenlijk best wel ruim. Dat valt me 100% mee. Het is alleen maar positief. Ik ben er wel positief over, ja. Ja. Ik moet niet zeggen dat ik het andere plein ook niet leuk vind als marktbeleving. Maar voor mijn beleving is het hier gewoon veel drukker. Het is hier veel drukker, lijkt het wel, ja. Over de markt, de nieuwe opstelling. Ja. Neemt het al op? Ja. Oké, ja, daar wil ik mijn mening wel opgeven. Ik ben twee keer bijna geschept door een fiets hier. Dus was niet positief. En ik vind dat ik veel verder moet lopen dan... Maar wanneer het daar op het Kloosterplein is. Dus ja, al met al, ik hoop dat het een tijdelijke maatregel is. Oh, nou ja, dan weten we dat. Ja. En het ligt meer in het zicht vanaf... Ging uw broer ook twee keer naar de markt? Ik ga niet twee keer, nee, we moeten nu de stad nog even zien. Maar je bent er wel twee keer op vandaag. Ja, dat wel. Maar dat is niet vanwege de opstelling. Omdat hij iets was vergeten. Ja, blijft hij er zo mee doen. Nou, fijn. Zeker. Ik zou vertellen, nou, een verzette markt is bij de meeste collega's niet zo heel goed, omdat de mensen A het niet weten, B afhankelijk van het weer en CQ, of de derde eigenlijk, de doorstroming. Maar nu hebben we doorstroming omdat het plein afgezet is. Dus iedereen die deze kant op wil, moet via deze kant erheen. Kan niet anders. Maar verder is het marktwezen, ja, ik ga altijd van positieve kant uit. Maar het is gewoon wat minder, maar dat komt ook door het weer. Vanochtend een dikke bui, meestal te vroeg, en dan is het jammer. Maar u had ook de andere plein problemen met bomen. Ja, nou probleem, ik vind bomen hartstikke mooi. Maar ik heb vorige week daar gestaan en het is net alsof het een plakbende
op de grond van je alle voeten die plakken vast. Mijn auto zat er helemaal onder. Dat is niet positief. Nee. En vooral met passen van schoenen is dat zeker niet positief, want dan krijg je allemaal plak op. Dan heb je het geluk, hier zijn geen bomen. Nee, hier gelukkig niet. Maar goed, dat is weer het voordeel van een verzette markt. Ja. Maar zou je er voor of tegen zijn? Ik ben eigenlijk tegen een verzette markt. Maar de mensen is toch een eenheid. Die hebben altijd hetzelfde rondje over het algemeen. Maar dat waren ze jaren geleden ook van de twee pleinen één plein maken. En het is wel een succes geworden. Nou, dat was ook positief. Ja. Maar nou ook vragen ze ook, waar staat die? En we geven daar gelukkig antwoord op. En we weten het dan ook, omdat ik al een keer rond geweest ben. Anders lukt dat niet. Nee, maar de mensen zijn veel positiever hierover dan over die markt. Ja, maar dit stroomt natuurlijk hartstikke mooi door. Ja. En je moet nog even schuiven en misschien dichter bij elkaar, kijk, want dit is veel te wijd. Ja, maar ik had graag hier de auto tussen gehad, omdat ik mijn magazijntje in de auto heb. Ja. En dat is het punt eigenlijk. Nou, ik wou mijn 40ste al met pensioen, dat lukt ook niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik ben ook al iets ouder, maar ik ga ook nog niet met pensioen. Dus als ik gezond blijf, ga ik lekker door. En? Ik kan er over één keer natuurlijk niks over zeggen, want ik kan er niks over zeggen. Maar? Het is veel drukker geweest heel de morgen en nu nog. Weet ik niet. Ik weet het niet. Dat, jawel. Ik denk dat het zo lijkt omdat alles in één straat loopt. Nee, want als hij om 1 uur op de markt loopt, op het Kloosterplein normaal, dan is toch één bij die groenteboer heel druk, die bijna alles voor niks weggeeft. Ja, oké. Okay. En bij de rest niemand. En nu staan er bij heel veel. Nou, inderdaad. Misschien, ja, goed. En dan is het voorstel ook voor mij om iedereen op die vitrinesingel te zetten, het Kloosterplein open, een deal maken met de gemeente en de marktkooplieden, bij wijze van spreken het eerste uur gratis parkeren. En dat is ook een groot voordeel. Plus een eventueel ander voordeel is, als het druk is, dat je veel langer kan blijven staan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, zit daarin. Ik heb er ook zo aan gedacht, maar ik denk, ja, weet je, dat is van één keer. En als je dit weer 10 keer doet, bent dat ook weer. Wat ik vanmorgen wel gemerkt heb, is dat aan die kant van de straat uitkomt en die gaat rechtsaf, is het heel druk. Nou, en hier vond ik het maar een beetje zo. Maar je zou je de verdeling anders. Ik kwam vanmorgen op de markt hier en er was een heel verbaasd van de opstelling. Ja, gelukkig hebben wij de toezegging wel gehad dat er genoeg publiciteit aangegeven zou worden. Maar dat is dus niet gebeurd. Maar nu blijkt aan de mensen te zien dat het goed opgepakt wordt. We staan op een locatie wat we ontzettend goed opvallen. Normaal staan we op het Klooster, vallen we blijkbaar minder op. En ik ben normaal gesproken een fel tegenstander van een marktverplaatsing, want een marktverplaatsing kost altijd geld. Alleen deze verplaatsing heeft gelukkig iets minder geld gekost, omdat we nu op een locatie staan die ontzettend mooi en goed opvalt. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook heel blij met de medewerking van de gemeente dat ze gezorgd hebben voor goede elektriciteitsvoorziening. Maar daar was ik ook bang voor dat een puinhoop zou worden. Maar wat dat betreft is de organisatie echt heel mooi en goed geweest. Al moet ik erbij zeggen dat we nu in deze tijd hier erg mooi staan. Maar ik ben bang als we in de winter hier staan, dat we toch met de wind hier en met de zon, als je die fel zou hebben, er staan veel collega's met de zon, fel in de zon, dat de andere plein, ja, ik vind het meer een marktplein. Ik sta liever op het plein. Alleen, ik moet erbij zeggen, ik ben altijd wel tegen marktverplaatsingen, dat deze verplaatsing wel heel mooi uitpakt. En als het nou blijkt dat ze vandaag allemaal meer verkocht hebben dan normaal, want nou, gaat het toch om geld? Het gaat om geld, alleen dan nog, ik vind het zou mooier vinden als alle collega's erop kunnen passen, maar nu op dit moment staan een paar collega's nog op het Klooster. Het Klooster kan nu ook niet gebruikt worden, en als het Klooster wel gebruikt kan worden en we gaan iets verderop de Pietragrenzingel op, dan krijg je een toegang van de Klooster met verkeer dwars over de markt heen. En dat is voor een gevaarlijke situatie. Dus ik zie dat allemaal nog niet zo zitten. Maar nogmaals, wat mij betreft, ik sta liever nog steeds op het Klooster. Alleen ik vind het wel een heel mooi en goed alternatief. Waar we tijdelijk een keertje naartoe kunnen. Maar ik hoop wel dat het voor eenmalig en tijdelijk is. Maar ik heb al toegezegd dat ik volgende week naar alle collega's toe zou gaan. In ieder geval een evaluatie houden wat er van gewonnen wordt. En nadat ik al mijn collega's gehoord heb, zal ik pas een oordeel geven wat er van gevonden wordt. Want ik ben ik en mijn collega's en mijn collega en we hebben allemaal een mening. En in het evaluatiegesprek zal het uit moeten komen of het een positief iets of niet. Maar ik vind wel... Ik ben een harde wijker en ik weet dat het zonder problemen gewoon door de Doelenstraat heen kan. Langs de Catharinekapel en dan rijden ze ook het Kloosterplein. Nou zo. Ja. En dan komen ze niet via die slagboom.
dat hoeft dan niet. Je moet, je moet Koen binnenkomen. Ja, dan moet je even op de kaartje kopen. Dus daar moet een oplossing voor zijn. Ja. Maar nogmaals, ik wil liever niet. Ik wil liever niet van mijn marktplein af. Mijn marktplein is soms heilig. Ik hoor van het publiek alleen maar positieve dingen.